was eigenlijk helemaal geen voetballer. Maar toch ben je gaan voetballen. Echt straat gaan voetballen, straatvoetballen. Hoe kwam dat? Ja, het kwam meer omdat, ja, omgeving met vrienden in de buurt die allemaal voetballen en ja, ik voetbalde niet. Mm-hmm. En ja, dan ga je vanzelf erin rollen en elke dag buiten met elkaar voetballen en ja, zo ga je een beetje met elkaar, een beetje in de strijd en uitdagen en dan, mm-hmm. Ja, zo begint straatvoetbal, iedereen begint op straat. Mm-hmm. Maar er was altijd eentje die altijd technischer was en die iedereen echt kapot ging sturen. En dat was Ricardo Belgrade. Ja. En die woonde hier in Gein ook. Ja, die was gewoon super technisch. Die ging ons echt allemaal alle kanten opsturen. Gewoon het bos in, weet je. Ja. En zo dacht ik van, hey, dit is wel leuk. En dus zo ben ik ook erin gaan draaien. En ja. Tussen al die jongens vond hij mij de snelste leerling. Dus ja, dus daarin, hij heeft jou echt dingen geleerd. Ja, ja. Maar zelf is hij niet doorgebroken in internationaal? Nee. Hij speelde wel altijd prof bij Telstar, okay, en Haarlem en zo, ja. Maar dus omdat ik de techniek mooi vond, ben ik het ook gaan. Ja. Vond ik het ook leuk om te gaan doen, weet je. Dus ja, van daaruit heb ik steeds dingen van hem geleerd en steeds zo doorgegaan. Dus, ja.